Ja, Jan Jansen heeft de Tour de France gewonnen. Jan, geweldig. Jan Jansen, 40 jaar geleden, winnaar van de Tour de France. In de afsluitende tijdrit versloeg hij deze Herman van Springel uit België met een voorsprong van 54 seconden. Het leverde hem op de laatste dag van de Tour de gele trui en de eeuwige roem op. Ja, dat was een triomf. Mensen stonden zes dik, elk kant van de weg. Dus ja, die werden helemaal gek langs de weg. En klappen en doen en schreeuwen, Janssen, Majorzoon. Dit waren toen de ploegmaten van Jansen. Ze vertrokken in die jaren altijd vanuit het Bredase restaurant Congo, nu Hemingway's, naar Frankrijk. En dat deden de recreanten vandaag ook. Wij willen door de kilometers van toen na te fietsen. Jan Hulgen met dit fantastische resultaat van toen. Ik vind het initiatief natuurlijk fantastisch. Tour de France 68, die bij iedereen in zijn hoofd gegrift is, dat nog een keer na te rijden met die 11 mensen. Ja, dat is een leuk initiatief. Waarom doet u mee aan deze tocht? Om fietsen. En omdat het een uitdaging is, een Tour de France, wat je eigenlijk al... Ja, een soort jongensdroom ook wel, van dat zou ik wel een keer mee willen maken. De recreanten rijden hetzelfde parcours als de renners in 1968, met hier en daar een afwijking. Ja, 95% kunnen we volgen en 5% hebben we aanpassing moeten verrichten vanwege de veiligheid van mensen, omdat wegen drukker zijn geworden of zelfs zijn veranderd in de snelweg. Meer dan 4.500 kilometer fietsen, gedeeltelijk door de Alpen en Pyreneeën. Een zware tocht dus. Het is toch wel aanpoten. Ja, 4 weken afbeulen, denk ik. Dat denk ik wel. En ik zal hoogstwaarschijnlijk ook wel iets slanker terugkomen als dat ik nu ben. Als ik nog terugdenk wat ik af heb gezien in mijn Tour de France. Over die kools heen, met bloedheet weer. Dan denk ik, oh heerlijk, daar ben ik gelukkig vanaf. Jongens, succes ermee. Oké, Jan, tot ziens. Hoi.